geschiedenis en de toekomst van hun land. Goedenavond. Wie Eggy Sani in het Sranantongo, eigenlijk de Surinaamse taal, betekent dat onze eigen zaak. Sinds 1975 zorgen de Surinamers zelf voor hun eigen zaak. En dat gaat ze niet best af, met permissie, moet ik dat toch zeggen. Wat kunnen Surinamers hier eraan doen om het daar in Suriname beter te laten gaan? Daarover praat ik met een heel aantal gasten, onder andere met Brian. En Brian, jij studeert op het ogenblik elektrotechniek, hè, hier in Nederland? Technische bedrijfskunde uiteindelijk. Technische bedrijfskunde. Ja. Wat ga je doen als je klaar bent over 2 jaar met je studie? Nou, ik ben uit Suriname vertrokken met de bedoeling om hier ervaring op te doen en te studeren. Het is de bedoeling dat ik na mijn studie terug ga naar Suriname. Weet je zeker? Dat weet ik zeker, ja. Heb je dat afgesproken met je ouders, met de regering? Ligt dat vast? Nou, met de regering in die zin dat je, als je dus vertrekt uit Suriname met de bedoeling om hier te studeren, moet je inderdaad een contractje tekenen dat je na je studie teruggaat. Dat is 1. 2. Vind ik zelf dat ik als mens veel meer uitkomt in Suriname. Veel meer kan uitkomen in Suriname. Als mens zijnde. Oesja, jij studeert ook in Nederland, hè? Je bent 2,5 jaar geleden hier gekomen. Je studeert onder andere aan de School voor de Journalistiek. En je werkt ook als journaliste. Ja, ga jij terug als je studie klaar is? Nee. Waarom niet? Ik heb uit mijn journalistieke ervaring in Suriname geleerd dat ik daar mijn journalistieke kundigheden, zoals ik ze hier kan uitoefenen, die kan ik daar niet kwijt. Ik heb geen zin om weer onder censuur of zelfcensuur te gaan werken. En wat ik hier kan doen, dat is ook nuttig. Jij blijft hier? Ja. Wat vind jij ervan, Brian? De mensen, Suriname geeft aan dat er kader nodig is. En dan vind ik het meer dan een morele plicht om terug te gaan naar Suriname en een bijdrage te leveren. Wat betekent Suriname dan voor jou? Probeer dat gevoel eens te verwoorden. Wat betekent het land, je moederland? Nou, daar, de Surinamers hebben een spreekwoord. Die zeggen, ik zou het in Suriname zeggen, pe geboren ikumba teberi. Dus waar je geboren bent, daar lig je navelstreng begraven, letterlijk vertaald. Dus wat dat betreft betekent het veel voor mij. Het is een land. Mijn navelstreng ligt daar ook begraven. Goed, dus sowieso betekent het ook heel veel voor mij. Maar ik kijk vanuit een realistische situatie, denk ik, terug naar Suriname. En jij moet nog beginnen aan jouw carrière. Of aan jouw beroepscarrière daar. En over 3 jaar wil ik horen of je ook nog net zo idealistisch bent. Maar het gaat ook om dat gevoel, hè? Het gaat om het gevoel van de navelstreng. Ja, het gaat om dat ik niet terug wil gaan, wil niet zeggen dat ik het niet heb. Alleen, wat doe je met dat gevoel? Dat is 1 ding. Er zijn ook vele andere dingen. De gemeenschap, de Surinaamse gemeenschap, de mensen die daar wonen. Het land zelf. Het is een stukje paradijs op aarde. Geen natuurrampen. We mogen blij zijn dat er tot nu toe geen natuurramp. Het wijst ook niet uit dat zal gebeuren. Het is gewoon een prachtig land. Het zijn prachtige mensen die daar wonen. En ik voel Als die mensen zo prachtig waren, Brian, waarom is dat land tot zo'n puinhoop geworden? Het zijn andere factoren. Goed, daar gaat onze hele uitzending over. Over is het een puinhoop of is het een fantastisch land waar je navelstreng ligt? Ik kom zo bij je terug. Suriname. 3 eeuwen lang een windgewest van het Nederlandse koloniale rijk. Suriname, 180.000 vierkante kilometer tropisch Zuid-Amerika. Doorsneden door rivieren als de Marowijne en de Corantijn. Sinds 1667 een kolonie van Nederland. De banden met Nederland en het Koningshuis zijn ook in de jaren 50 hecht. In 1955 bezoeken koningin Juliana en prins Bernhard Suriname. Het volk in Paramaribo loopt uit. Juliana trekt zelfs het binnenland in.
officiële huldebetoging van de bevolkingsgroepen van Suriname vond de dag daarop plaats op het gouvernementsplein. Indianen, Bosnegers, Chinezen, Hindoestanen, Libanezen, Indonesiërs, Creolen en Kotomissies trokken tijdens deze huldiging in een bonte stoet aan koningin Juliana en prins Bernhard voorbij. Eind 1975 maakt Paramaribo zich op voor de onafhankelijkheid. Het kabinet Den Uyl geeft Suriname een bruidsschat mee van 3,5 miljard gulden. Suriname maakt zich los van het moederland. Op 25 november 1975 wordt dit feest gevierd. Iedereen gelukkig. Zo lijkt het. Maar vriendjespolitiek, etnische verdeeldheid en dalende prijzen voor rijst en bauxiet brengen de nieuwe staat Suriname al snel in de problemen. Na de staatsgreep van 25 februari 1980 grijpen in Suriname de militairen de macht. Onder leiding van de sergeant-sportinstructeur Daisy Boutersen schieten 16 jonge onderofficieren het politiebureau in Paramaribo in puin. Aanvankelijk krijgen de militairen het voordeel van de twijfel. Op 8 december 1982 is dit afgelopen. In Fort Zeelandia vermoorden de militairen 15 tegenstanders. Boutersen verspeelt veel sympathie. Als reactie stopt Nederland de ontwikkelingshulp. En het wordt nog erger als in 1986 een burgeroorlog uitbreekt. Het junglecommando van Ronnie Brunswijk beheerst een groot deel van het binnenland. Langzaam doen de militairen afstand van de macht. Bij vrije verkiezingen in 1987 boeken de oude partijen een grote overwinning. Vreugde in Paramaribo. In 1991 wordt de Creoolse dichter Venetiaan president. Daisy Boutersen neemt in november 92 ontslag als bevelhebber van het leger. Maar achter de schermen blijft zijn invloed groot. Hier aan tafel nu Romeo Kotzebue. U bent ambtenaar in Suriname en sinds 2 maanden hier. Krijg je als ambtenaar 2 maanden vakantie zomaar dan? Ja, als je ze hebt, ja. Als je die dagen hebt, ja. Die dagen optellen? Ja, natuurlijk. Kom je aan 2 maanden. Ja. En tweede gast is Kenneth Lemmers. U bent hoofd personeelszaken van het Diakonessenhuis in Paramaribo. En u kwam vorige week maandag hier in Nederland, meneer Lemmers. Hoe is de medische situatie op het ogenblik in Suriname? De medische situatie in Suriname is voor wat het verpleegkundig kader betreft alarmerend. Dat betekent dat het verpleegkundig kader dat lokaal in Paramaribo wordt opgeleid niet lang in de desbetreffende ziekenhuizen blijft werken en al spoedig richting Curaçao, Nederland trekt om daar emploi te vinden. En dat is funest voor de Surinaamse medische situatie. Heeft u dan puur over de verpleegkundige of ook over de specialist? Niet alleen over de verpleegkundige. Een van de redenen van mijn bezoek aan Nederland is dat ik op zoek ben naar een anesthesist voor het ziekenhuis waar ik voor werk. Dat moet ik hier doen. Tweedens ben ik ook voor privéreden hier. Mijn moeder is laatst 80 geworden. Gefeliciteerd. Dank u wel. Even die anesthesist, heeft u hem al te pakken? Nee, helaas nog niet. Dus als het even mag in de uitzending. Dat gaat gang, camera 2. Het lukt hoor, dat hebben we een paar weken geleden hier ook gedaan. Het is gelukt, iemand heeft een baan gekregen. Ja, dankjewel voor die gelegenheid, dus ik maak er gebruik van. Als er een anesthesist is die geïnteresseerd is in een 3- of 5-jarig contract met het Diakonessenhuis, neem eens even contact op met Icon of met mij in Kapel aan de IJssel, Kopspoor 119. Icon bellen, dan geef even door. U heeft die anesthesist nog niet gevonden. Dat maakt niet uit wat welke nationaliteit het is voor u. Maakt niet uit. Nee. Als het een anesthesist is, graag. Wat zijn nou de directe gevolgen voor de kwaliteit van het leven? Dus voor de kwaliteit van het leven in de ziekenhuizen ook, van het personeelstekort? Ja. Nou, dat brengt met zich mee dat het overgebleven personeel, dat de druk daarop groot wordt. De psychische druk. En je weet, verpleegkundig werk, daar moet je met handen en voeten, maar ook met je hoofd erbij zijn. En dat kan nogal eens nare gevolgen voor de te verplegen patiënten met zich meebrengen. Als de werkdruk en de hele situatie die daaromheen zich afspeelt te groot wordt, dan krijg je dat er verslapping kan optreden. Ja. Met alle gevolgen. U zegt dat met enig diplomatiek omhaal van woorden wellicht. Mm-hmm. Zijn er wel genoeg medicijnen? Is er wel genoeg medische apparatuur aanwezig op het ogenblik in uw ziekenhuis? Medicijnen, dat is een probleem. We hebben het laatst nog gehad dat er onvoldoende, bijna helemaal geen pavillon aanwezig was. En pavillon is een middel dat gebruikt wordt om de patiënt slapend te krijgen voor de operatie.
En dat kan nogal eens alarmerend zijn. Dat kan nogal eens funest zijn voor mensen die vlak voor een operatie staan en te horen moeten krijgen: het gaat vandaag niet door, omdat er geen pavillon is. Ook met zuurstof. Een van de zuurstoffabrieken is helaas letterlijk en figuurlijk de lucht ingegaan. Door gebrek aan de vice om preventief onderhoud te plegen. We hebben nu dus maar één zuurstoffabriek en de levering van zuurstof aan de ziekenhuizen gebeurt een beetje hakkemikkerig. Meneer Kotzebue, u bent nou 2 maanden geleden uit Paramaribo weggegaan. Hoe liet u het land economisch achter 2 maanden geleden? Het was duidelijk dat dingen slechter werden. Want zaken werden steeds duurder om te kopen. Mensen met een heel laag salaris of geen salaris, dus werkloos. Je vraagt je soms af hoe ze het doen. En wat merk je? Ze gaan allerlei hosseltjes aan. Handeltjes. Handeltjes, ja. Zullen we eens kijken, hè? Om een goed beeld te krijgen van Suriname is misschien toch goed om eventjes de prijzen en de koopkracht op een rijtje te zetten. Want de prijzen in Paramaribo stijgen eigenlijk met de dag. Een boodschappenlijstje. Surinaamse rijst kost 10 gulden per kilo. Een ei kost 2,5 Surinaamse gulden. Een kip, 80 gulden. Een ijskast, onmisbaar in het Surinaamse klimaat, koop je voor 21.000 gulden. En een paar schoenen voor 400 gulden. Verdienen Surinamers genoeg om deze noodzakelijke artikelen te kopen? Het gemiddelde salaris in Suriname ligt rond de 1.600 gulden per maand. Een schoonmaakster verdient 400 gulden. En een bejaarde krijgt vaak niet meer dan 300 gulden pensioen in de maand. Voor de duidelijkheid, het gaat hierbij om Surinaamse en niet om Nederlandse guldens. Meneer Kotzebue, hoe komen Surinamers rond als je dit soort prijzen ziet? Dat moet toch heel erg moeilijk zijn? Het is natuurlijk moeilijk, omdat het... als je zegt dat een ijskast 21.000 kost, dan ga je al zien dat het niet alleen moeilijk is voor die schoonmaakster, maar ook voor mensen die met een hoger salaris leven. Het is moeilijk. Wie koopt nou een ijskast voor 21.000 gulden? Als mensen een lening moeten doen bij de bank voor 5.000, 6.000 gulden, 7.000... Ja, moeten ze een jaar of 2 jaar over doen, 24 maanden om het af te lossen. Nou, dan heb je nog andere dingen nodig. Dus mensen die moeten beginnen met een leven, dat is het echt moeilijk, zitten mensen echt in twijfel. Hè? Hoe doet u het? U heeft een gemiddeld ambtenarensalaris. Mag ik vragen hoeveel ongeveer? Nou, rond de 29,90. Hè? Ja. Hoe doet u het? Hoe ik het doe? Ik heb geen groot gezin. Ik heb een vrouw ook die werkt. Maar toch, ik rijd geen auto en ik kan het ook niet kopen nu. Ja. Ik had wel één kapot, maar ja, hoe koop je die onderdelen ook? Dus ik doe het maar op mijn fiets. Als er banden zijn en zo. Als er geen banden zijn, ja, dan kijk of de bus me kan vervoeren als die er is. Als die dus tijdig komt, als ik tijdig kan aankomen plaatsen. Of dan ga je aanpassen naar die levensomstandigheden. Dan moet je dan gewoon veel vroeger opstaan om naar het werk met de bus te gaan of er naartoe te lopen. Toevallig woon ik op een afstand of misschien 8 kilometer van het werk. En dan loop ik er naartoe gewoon. Sommige heb ik het moeten doen. Ja. Dus dat is één manier. En dan heb je dan... Je hebt misschien een ondernemende vrouw, in mijn geval wel. Die ondernemende echtgenote. Echtgenote, ja. Dan gaat zij kijken van wat kan zij kopen of verkopen. Ja, toch? Aan anderen. Kan zij handelen? Ja. Wat doet uw vrouw? Mijn vrouw is onderwijzeres. Ja. Maar handelt ze erbij ook nog? Ja, dus in de middag, ja toch, in de buurt, maakt ze ijsjes en andere dingen. Nou, en dan lukt het ook. Dan helpt ze daarmee ook de buurt ook een beetje, want ze doet het niet buitensporig, hè. Maar goed, ik bedoel, dat is er een centje aan over, dat is mooi meegenomen. Ja, daar gaat het wel degelijk om. Meneer Lemmers, u bent ook een wat, laten we zeggen, toch een wat beter verdienende voor de Surinaamse samenleving. Wordt er bij u in huis ook bij geklust door uw vrouw? Ja, dat kan helaas niet anders. De prijzen die zijn abominabel gestegen. De handel die is het grootste kwaad op dit moment in Suriname. Over die handel, hè? Daar gaan we het zo nog uitvoerig over hebben. De handel heeft in handen. Werkt uw vrouw nu nog bij? Ja, die doet bloemen. Die doet in de bloemen. Dat is een extra handeltje? Ja, we hebben op het achtererf een sierbloemenkast opgezet. En daar doet ze het mee. En dan krijgt u het extra inkomsten. Ja. Ik ga eens even naar de tribune, naar meneer Vient. Meneer Vient, u woont in Nederland. Hoe overleeft uw familie in Suriname? Nou, je hebt het net kunnen horen. Surinamers in Suriname zijn overlevingskunstenaars. Dus ook mijn familie behoort tot zo'n kunstenaar. Is dat voldoende? Een kunstenaar te zijn in het leven om echt te overleven als je weinig geld hebt? Voldoende niet. Kijk, daarnaast moet je niet vergeten dat wij
opgevoed zijn in een wijkcultuur. Haast iedere Surinamer in Suriname heeft hier een familielid. Dus ook wij helpen bij het, door middel van het opsturen van voedselpakketten. Voedselpakketten stuurt u op. Hoe vaak doet u dat? Ja, zo elke maand. Eén. Wat stopt u daarin in die pakketten? Dingen die van alles en nog wat. Lucifers, toiletpapier, bloem, als het even kan. Ja, van alles en nog wat. Wat is de waarde ongeveer van zo'n pakket wat u maandelijks stuurt? 300-400 gulden, soms 500 gulden. Nou, wij zijn dat zelf eens nagegaan. Hè? Er is bijna sprake van een pakketteneconomie ook. Minimaal wordt er dit jaar voor 30 miljoen en mogelijkerwijs andere schattingen tegen de 100 miljoen gulden, door 100 miljoen Nederlandse guldens, door Surinamers in Nederland naar Suriname gestuurd, naar hun familie. Dan moet je een redelijk goede baan in Nederland hebben. Wil je per maand 300 tot 400 gulden aan goederen naar Suriname kunnen sturen? Gaat dat u makkelijk af, meneer Vient? Nee, ik ben student. Ik leef van een basisbeurs, maar ik heb ook andere broers en zusters hier. En we proberen het nu gezamenlijk te doen. Dus, Bent u enthousiast over deze vorm van hulp? Nee, het is voor ons in ieder geval een economische last. Maar je doet het omdat je graag je familie in Suriname wil helpen. De slechte situatie in Suriname betekent ook, in ieder geval voor ons, voor mij althans, dat je ook ook psychisch daarvan ook last krijgt. Hè? Suriname is je moederland, je Kumbaté ligt daar begraven. Je navelstreng. Net, je navelstreng, goed. Jullie zullen het wel vertalen, denk ik aan. Wanneer je negatieve berichten krijgt uit Suriname, dan doet het je wel wat. En je probeert op een of andere manier toch wel iets aan te doen. Het helpt niet bij het is geen structurele hulp. Nee. Meneer Lemmers, nou woont u dus in Suriname. Wordt u door uw familie hier in Nederland ook geholpen met pakketten? Ja, mijn moeder die leeft van de AOW. In Nederland? In Nederland, maar toch stuurt ze regelmatig een zending, levensmiddelen, naar ons toe. Ik dacht zo ter waarde van 100 Nederlandse guldens. Is dat voor uw moeder? En ziet u in de Surinaamse gemeenschap in Nederland ook wat meneer Vient zegt, dat het toch een beetje een last is? Ja, nou, we weten het, we beseffen het. We hebben hier zelf ook gewoond. We hebben een tijdje hier ook doorgebracht. We weten dat elke Nederlandse gulden echt een Nederlandse gulden is. Maar ik zou zeggen, jongens, ga door met die overbruggingshulp. Want als we dat niet krijgen en als we dat van Nederland ook niet krijgen, redden we het niet. Dus ik zou meneer Vient vragen om ermee door te gaan voorlopig. Gaat u allebei terug? Ja. Ik ga eerst naar mijn Kotzebue. Gaat u terug? Ja, ik kom vanaf 1972. Ik ga het zeggen regelmatig naar hier. Komt u nooit in de verleiding om te blijven na zo'n familiebezoek? Nooit. En ik denk niet dat ik in die verleiding ooit kom. U? Dat doe ik niet, omdat ik mezelf niet op een tweespoor wil hebben. Ik hou voor mezelf nog steeds de richting Suriname als waar ik voor gekozen heb. Maar het moet gauw veranderen in Suriname, anders zullen idealisten zoals Brian en ik helaas misschien ook eens een keer op het dubbelspoor terechtkomen. Ja. Dus het is wel de noodzaak dat er iets gaat veranderen in Suriname. We hebben nou vastgesteld dat het, laat het duidelijk zijn, het gaat slecht met Suriname. Ja. Moeten we de Surinamers er zelf aansprakelijk voor stellen? Ik zou zeggen ja. Ik behoud me het recht voor om tegen mijn eigen landgenoten, tegen Surinamers te zeggen, jongens, ik heb het al gehoord, Suriname kent geen natuurrampen. Dat is goed, dat is prachtig, zo is het ook. Maar we moeten ervoor zorgen dat wij als Surinamers niet de natuurramp van Suriname worden. Nou, maar ik zeg, kijk, Surinamers zijn verantwoordelijk voor Suriname. Maar Suriname is niet geïsoleerd. Suriname is niet een land gewoon ergens alleen op aarde. Ze bestaat tussen andere landen. En andere landen, met name Nederland, die Suriname altijd hebben beheerst, die hebben een belangrijke invloed gehad. En nog steeds. Je moet het nu zien. Maar schuift u daarmee de aansprakelijkheid voor de slechte situatie nou toch weer naar Nederland? Of zegt u de Surinamers zijn aansprakelijk? Nederland heeft delen erbij. Nederland kan zich niet ervan afhouden.
Ja, dat kan niet. Als we en dat zijn doen... de Surinamers zelf ook verantwoordelijk? Natuurlijk zijn we dat, omdat we zijn een onafhankelijke natie. Ja, maar u zegt eerst Nederland is verantwoordelijk en nee, dan zegt pas, u... Nee, dat heb ik niet gezegd. U moet mijn woorden niet verdraaien. Ik heb gezegd, pas op. Nee. We wonen niet op een eiland, ja toch? We zijn in de wereld. En Suriname is een kolonie geweest van Nederland. Ja, dat moet je wel weten. En Nederland heeft als zodanig geleid tot 1975. En daarna, en tot vandaag, heeft ze nog invloed in Suriname. En een grote ook. Waarbij je zegt, dit moet je doen, dat moet je doen, dit kan je doen, dat wil je doen. En we hebben, de mensen die Suriname leiden, hoeveel ervaring hebben ze zelf de afgelopen 20 jaar? Als je dat Nederland 300 jaar heeft geleid, waarbij elk blad van Suriname Nederland toebehoorde. En ze heeft niet eens 1/10 van die ontwikkeling in Nederland heeft meegemaakt. Goed, u schrijft dus ik zeg een deel van de verantwoordelijkheid toch naar Nederland. Natuurlijk. Oké, nou dan komen we straks op die vraag. Okay. Dank jullie wel tot zover. Denise Janna is Nederlands nieuwe jazzdiva. Ze is in Paramaribo geboren en haar laatste en eerste jazz-cd kreeg ook in Amerika hele lovende kritieken. Bij ons zingt Denise vandaag geen jazz, maar een Surinaams klassiek meedijnnummertje. Het is een nummer op een casseco-ritme. Sucrofinga, suikeroom. Dames en heren, Denise Janna wordt begeleid door Pablo Nahar, Eddy Veldman en Mark Milan. Denise Janna. Joko prisiri smoko viviri ya yo libi isama Ziu krufinga yude, yu bencha meregwe Lontu so malo fasi moro tan farave Wena yu lobi ten, rasa nanga freiri na biche Afrontu yu yeye, afrontu yu yeye Wena na yu lobi ten, rasa nanga freiri na biche Wena na ala sukru dire yu no mafu jari milobi Wilfred Lionarons kwam na de decembermoorden in 1982 naar Nederland. In Paramaribo was hij eigenaar van de krant De Vrije Stem. Nu in Nederland is hij hoofdredacteur van de in Nederland verschijnende allochtone krant en columnist in de weekrant Suriname, die ook in Nederland verschijnt. Meneer Lionarons, we hoorden het al, het is vandaag de dag Pinaren en Hosselen
in Paramaribo, hè? Ja, dat hebt u van de vorige gasten kunnen horen. Leg die begrippen nou nog eens goed uit. Wat zijn de begrippen pinaren en hosselen op zijn Surinaam? Nou, hosselen is hoe je door alle inzet van jezelf, handige manieren, gebruik van je verstand en alles er nog bij, in staat bent om te overleven. Hier en daar wat te verdienen om te overleven. Mensen die een bepaald inkomen hebben, ergens op kantoor werken of ergens een bedrijf hebben, die beschouwen wij niet als hosselaars. De hosselaars zijn de mensen die elke dag weer moeten proberen te overleven door hier of daar wat te verdienen. Zit je dan ook meteen onderaan de samenleving? Of is dat juist een kunst om als hosselaar te overleven? Ja, het is een kunst hoor. Om een goed hosselaar te zijn ben je een kunstenaar. Nou ja, en pinaren? Pinaren, dat is de armoede die door een groot gedeelte van het volk geleden wordt, helaas. Ja. Komen die woorden gedeeltelijk ook uit de Nederlandse taal? Ja, veel woorden. Hosselen komt uit het Engelse taal, komt van de hossel. Pinaren, dat zijn woorden die allemaal komen uit de talen waaruit wij, om het zo te zeggen, het Stranantongo gemaakt hebben. Of waaruit de Stranantongo ontstaan is. Ja. Ja. U zelf heeft een column, ik zei het al, in de weekrand Suriname. Mi Condre True, dat is een wekelijkse column. Wat betekent het? Mi Condre True, dat zijn de eerste woorden van een van de oudste liederen van Suriname. Uit een of andere boek dat wij op school geleerd hebben. En daar komt Mi Condre True, Mi Lobio. Dat is de eerste regel. Dus mijn ware land, ik hou zoveel van jou. Ja. Dus wat er ook gebeurt, ik zal mijn ware land trouw blijven. Ik hou van je en ik blijf je trouw. In uw column, ik heb hem een aantal weken gelezen, kom je heel veel Surinaamse begrippen uit het Stranantongo tegen. Waarom gebruikt u die begrippen, terwijl u toch duidelijk ook voor een Nederlands geworden publiek schrijft? Ik vind het prettig om me op die manier te identificeren. Om ook mijn lezersgroep te identificeren. De Surinaamse krant is in de eerste plaats gemaakt voor de Surinamers in Nederland. En het is prettig op die manier een zekere relatie met het land dat je verlaten hebt te leggen. En ook met de mensen hier. Bovendien, er komen in onze Stranantongo zoveel mooie woorden voor, dat ik het zonde vind als de woorden hier verloren zouden gaan. Geef eens voorbeelden. We hebben het vandaag zo vaak gehad over combatté. Combatté is zeker een woord dat niet verloren moet gaan, omdat het veel en veel meer zegt dan nagelstreng bijvoorbeeld. Nou las ik in een van uw columns de afgelopen weken een letterlijk citaat. Ons land is overgeleverd aan Sarkis, Bourikis, Asema's en Kroektoeteres. Het klinkt niet helemaal als vleiende bijnamen. Ik weet niet wat het letterlijk betekent, hoor. Maar het klinkt niet helemaal als vleiende bijnamen. Waar staat het voor? Het is ook niet bedoeld als een vleiende bijnamen, hoor. Ik zou deze vier groepen gemakkelijk kunnen uitbreiden tot 20 bijvoorbeeld. Eén die ik vergeten ben, dat zijn de Anansi's. De spinnen. Dat ben ik werkelijk vergeten. Maar laten we beginnen met de Sarkis. Ja, de Sarkis, dat zijn de haaien. De Bourikis. De Bourikis, dat zijn de ezels. Dat zijn de stommelingen. De Asema's. Dat zijn de bloedzuigers. En de Kroektoeteres? De Kroektoeteres zijn de schorpioenen. Helaas hebben we... En daar is ons land aan overgeleverd. Hè? In die context heeft u het gebruikt. Leg dat eens uit. Ja. U kunt u voorstellen, als ik zo het nieuws uit Suriname volg, dat ik mij erger heel vaak. Dat ik bij mezelf denk, die klootzakken, die schurken, die boeven. Nou, erger ik mij aan wat er in het land gebeurt. Tamelijk Nederlands. Omdat ik van mening... Omdat ik van mening ben dat het veel beter zou kunnen gaan als... Er wat meer gerechtigheid, wat meer juistheid betracht werd. Ook door de politieke leiders. Nou, laten we dan proberen toch een beetje de mensen in te delen. Ik noem een paar namen. Hè? Meneer Aron is net uit de politieke arena gestapt. Waar zou u die bij indelen? Ik zou hem bij de Bourikis zetten, hoor. Wacht even, ik heb de vertaling niet paraat. Wat was Bouriki ook alweer? Hij is een ezel. Ik zou hem niet van de andere groepen zeker niet rekenen. Maar ik vind dat hij een aantal stomme politieke maatregelen... Ja. Verder niet uitleggen. Gewoon even het begrip. Meneer Sumita, minister Sociale Zaken. Sumita ben ik vergeten. Dat is een Anansi. Die zou je gemakkelijk kunnen... Anansi, hij is slim, hij is listig, hij is gemakkelijk. Waar zou je meneer Bouters op indelen? Nou, dit is een Sarki, dit is een schorpioen. En een Sarki. En een, wat is die andere? Asema erbij. En meneer Latchman? Nou, die heeft zichzelf een eigen naam gegeven. Dit is het buigend riet van Suriname. Oh, die valt niet in die categorie. En hij buigt voortdurend en hij gaat niet kapot. Hij staat weer op als de wind is gaan liggen. En meneer Venetiaan, de president? Ik zou hem niet in deze groepen willen zetten, zeker niet. Niet bij deze vier. En ja, dan ben ik toch erg benieuwd. Meneer Leonarons, wat bent u? Een Sarki, Bouriki, Asema of Kroektoeteres? Dat laat ik helemaal aan de lezers van de column over om mij in te delen. U bent een wijs man, meneer Leonardo. En u heeft zelfkennis. Probeer het toch eens. Ja.
Nee hoor, dat ga ik niet proberen. Ik schrijf voor lezers. En ik laat het helemaal aan de lezers over om mij in te delen. Precies waar ze willen. Ik neem er absoluut genoegen mee. Nou, we mogen dus allemaal nu in deze fabel, ontworpen door meneer Nijlhans, zelf indelen. Ik kom zo nog bij u terug. En in ieder geval tot zover bedankt met deze fabel. Niet alleen Surinamers gaan heel bloemrijk met hun taal om. Wij hebben iedere aflevering van Vesuvius onze eigen witte Hagenees, Bart Chabot. O, wonderschoon Suriname. Mijn eerste kennismaking met Suriname vond plaats via het aardrijkskundeboek op school. Op plaatjes zag je de markt van Paramaribo. Tussen haakjes bestaat er één stadsnaam ter wereld mooier van klank dan Paramaribo. De markt van Paramaribo, waar gezellige dames tussen exotisch fruit rondscharrelden. O, Suriname, met je Marowijnenrivier. Een rivier om ongehaast per kano of sloep af te peddelen de geheimnissen van de Rimboe tegemoet. O, wondermooi Suriname, waar de bevolking scheen te leven op bauxiet. O, wonderschoon Suriname, met je Brokopondo-plan. O, mooi Suriname, met je vliegveldzanderij, waar, zo leek me, eens per dag een tweemotorig propellervliegtuig laag over de lianen scheerde met aan boord een kistje contrabanden. Vliegveldzanderij, waar zo een avontuur van biggles kon beginnen. O, overheerlijk Surinaams eetwezen. Met je roti en pom en je moxie metti. Suriname leek me een land waar de zon immer scheen. En ze spraken er nog Nederlands ook. Wat je noemt een tropische verrassing in Hollandse melkchocola. O, wondermooi Suriname. Wat ging er mis? Want er is iets misgegaan. Als zo'n beetje de halve bevolking van een land zich naar elders begeeft, duizenden kilometers verderop, en zich vestigt op een stukje poldergrond in een land dat meestal misert. O, Suriname, met je decembermoorden. O, Suriname, met legerleider Boutersen. O, Suriname, met je junglecommando. O, Suriname, met je kleurrijk elftal. O, Suriname. O, Suriname. O, Suriname. O, Suriname, let op uw zaak. In een van de columns van Wilfried Leonarens las ik: steeds harder wordt geroepen, wij willen weer bij mama Nederland op schoot. O mama, neem ons terug. En ook in een gesprek met vier toonaangevende Surinamers in het weekblad Vrij Nederland eind vorig jaar kwam de wens om weer bij Nederland te horen aan de orde. Wat vinden de mensen in Paramaribo zelf van deze wens? Wel, het zou beter zijn. Ik vind het heel leuk als Nederland Suriname weer overneemt. Want op Pinaren hier, we vinden veel dingen niet. Er is niets in de winkel te kopen. Onder de markt is er ook niets. Maar dan gaat die land achteruit, helemaal achteruit. Voor 1975 was het veel beter, duizendmaal beter. Dat is een hoofdzaak, dat is rijst, brood, alles is dit zo. Ja. Als één persoon kan hebben, drie kinderen, ik denk kan niet eten. Als een Suriname met Nederland kan goed zijn. Ik denk niet dat dat de juiste oplossing zou zijn. Maar per slot van rekening zijn wij het. Surinamers die het land tot ontwikkeling moeten brengen. Het is een gebrek aan motivatie, denk ik. Hier in Suriname. Iedereen denkt van, we kunnen het niet.
Daarom trekt iedereen ook weg. Dus we moeten eerlijke leiders hebben die ons een goede scholing kunnen geven. Van. Als we moeten het zelf kunnen. En we gaan het ook doen. Heel wat gaat mis hier. Alles. Regering, politiek, corruptie. Niets gaat goed in Suriname. En er trekken veel meer mensen weg. Maar ik vind dat het gewoon moet blijven om Suriname op te bouwen. Wat zou u ervan vinden als de oude banden met Nederland worden hersteld? Ik zou het beter vinden. Ik zou het goed vinden. Dan zouden we het beter hebben. Ja, ik vind het erg goed als Suriname een deel van Nederland is. Want het volk pinaart hier heel veel, erg veel pinaart het volk. De armen die worden armer en de rijken die worden rijker. Ik bid God elke dag als Nederland Suriname weer kan nemen. Want we pinaren te veel hier. Want geen enkele Suriname zal Suriname hier vooruit brengen. Alleen Nederland. Onze NOS-collega Wim Bunschoten stelde de vragen begin deze week in Paramaribo. Meneer Lionarons, als ik het merendeel van deze mensen hoor, zeggen ze terug bij Nederland. Reactie? Nou, ik vind het zo'n heimweegevoel. Dat is echt heimwee. Maar ik neem aan dat de Nederlandse politici en ook de Surinaamse politici die zullen onder geen enkele voorwaarde daaraan meewerken. Dat is punt 1. Sandu Hira, u heeft altijd tamelijk streng anticoloniale opvattingen gehad, hè? Ja, als u dit hoort en u bedenkt eens even wat u zelf vindt. Weer een kolonie? Suriname? Onzin. Die slecht gaat met DSM en DASA, denkt niemand erover om de Japanse keizer te vragen om dit land over te nemen. Ik denk ook niet dat het een methode moet zijn om, het ligt misschien diep, om te willen koloniseren omdat een aantal mensen ook gekoloniseerd zijn in dat land en zo denken. Ja. Meneer, van meneer Kotzebue hebben we het eigenlijk al gehoord. U bent heel erg sterk tegen het weer koloniseren van Suriname. Ik vind het onbehoorlijk, die vraag. Heeft u geluisterd naar wat de mensen in het filmpje hebben gezegd? Ja, en deze mensen zijn representatief voor een aantal straatinterviews die deze week in Paramaribo zijn gehouden. Ze zijn representatief voor een aantal straatinterviews, zegt u. Maar dat wil niet zeggen dat ze representatief zijn voor de totale gedachte als land in ontwikkeling. Dat wil niet zeggen, u neemt een paar mensen van de straat. En ze hebben geen enkele binding waarschijnlijk ergens naar iets wat betreft sturen van het land. Ja, dat ze voelen. Ik kan me voorstellen, eerst vertelt een van die jongens, bijvoorbeeld een hele jonge kerel, van oké, het is moeilijk, maar we moeten het zelf kunnen doen. Op het laatst wat we vragen ze en zeggen, ja, het zou goed zijn. U zet hem de dingen in de mond natuurlijk, die man zoekt naar oplossingen. Ik vind die vraagstelling incorrect, omdat als je me zou vragen, word je liever niet geboren? Is diezelfde vraag. Ik moet ergens vooruit. Onbehoorlijke vraag, vind ik. Onbehoorlijk. Ik ga naar uw buurman, meneer Jonathan. U bent de tweede man van het gemeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam. Suriname weer terug in de moederschoot om die beeldspraak vast te houden? Ik ben het met mijn linkerbuurman eens. Deze vraag had in 1975 gesteld moeten worden en besproken moeten worden met de mensen. En dat heeft Nederland niet gedaan. Men was veel te blij dat Suriname van Nederland afging. En ik vind dat bij de hele kwestie van onafhankelijkheid ook hoort dat er een afspraak is gemaakt over ontwikkelingssamenwerking. 3,5 miljard is beschikbaar gesteld. En die afspraak moet je ook nakomen. Het is niet alleen een kwestie van onafhankelijkheid. Het is ook een kwestie van help dat land om als zelfstandige natie voort te kunnen gaan. Er hebben zich een aantal incidenten voor gedaan tussen 1975 en nu. Die de oorzaak zijn dat die ontwikkelingsrelatie tussen Nederland en Suriname wat verstoord is. Daar komen we zo over te praten. We moeten toch vaststellen dat er wel iets moet gebeuren. Als we het pinaren van de mensen in Paramaribo bekijken. Dat is intriest natuurlijk en je moet je ook voorstellen dat in een land waar iedereen of hosselt of zich bezighoudt met de vraag van hoe kom ik hier weg, liefst naar Nederland, dat er eigenlijk niks aan opbouw gebeurt. En dan vraag je je ook weer af, in die 30 jaar die er inmiddels verstreken zijn, wat hebben we geleerd? Het raamverdrag wat er nu ligt, dat komt eigenlijk niet of nauwelijks tot uitvoering. De bureaucratie, ook van Nederlandse zijde, werkt verlammend. En het pinaren gaat door. U bedoelt met wat hebben we geleerd, bedoelt u Nederland en Suriname? Ja, we. Ik vind dat Nederland en Suriname in dit opzicht een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. En die moet je als Nederland ook niet ontlopen. Ik geef een Norlie Beyer. Vind jij het een onbehoorlijke vraag om te stellen? Nee, maar ik vind het begrijpelijk. Mensen zeggen, ik zie het meer als een soort wanhoopskreet. Ze weten niet meer wat ze moeten. En dan hebben ze inderdaad, wat Leonardo zegt, een soort heimwee naar vroeger, toen ze het beter hadden dan nu. Dus dan maar terug naar Nederland. Ik zie het echt als een soort, help. Ja. Mogen wij de vraag wel stellen of vind je het
laat me zeggen, onbeleefd van mij dat ik het stel aan Surinamers? Nee, ik zie het niet als een soort onbeleefd. Nee. Omdat het uit de mensen, die geven dat ook aan van vroeger was het beter en vroeger waren we bij Nederland, dus waarom niet weer? Goed, over die sociaal-economische ontwikkeling, daar gaat het natuurlijk in eerste instantie om. Er is een enorme economische chaos. Het is eigenlijk zelfs onduidelijk om te zeggen, bijvoorbeeld, hoeveel Surinaamse guldens er in een Nederlandse gulden gaan. Want er zijn meerdere wisselkoersen op het ogenblik. En met de dag verandert het aantal Surinaamse guldens dat je voor een Nederlandse gulden krijgt. Voor een kleine groep mensen in Paramaribo is dit absoluut geen slechte tijd. Maar voor de grootste groep is het wel een slechte tijd. Ik noem een voorbeeld, wat er gebeurt in de handel. Het komt uit het boek De Kortste Weg naar Lange Tabbetje van ex-correspondent Wim Noordegraaf in Paramaribo. Hij geeft het voorbeeld tandpasta. Als de kleine hosselaars erachter komen dat er een schaarste aan tandpasta dreigt, dan zorgen zij dat de schappen in de winkel snel worden leeggekocht. In diezelfde periode kopen de grote hosselaars in Paramaribo, dus de groothandelaren, kopen een container tandpasta in de Verenigde Staten. Die komt op de Surinaamse markt in Paramaribo. Dat betekent dat het tekort aan tandpasta is opgeheven, maar het is wel een onbetaalbaar product geworden. De prijs is gestegen. Geef eens een reactie op dit handelsmechanisme. Wie? Controlemechanisme dat de overheid normaal gesproken zou moeten hebben, functioneert niet. En je kan deze situatie eigenlijk een beetje vergelijken met de zwarte handel die hier in de Tweede Wereldoorlog is geweest. Meneer Lemmers? Ja, dat klopt. En als ik dan toch die twee aspecten met elkaar mag koppelen, wat Romeo zegt en wat meneer Kotzebue zegt over wat meneer Jonathan zegt over het onbehoorlijke van de vraag, dan vind ik dat Suriname voortdurend gemanoeuvreerd wordt in de keuze te maken tussen niets en niks. En dat is onbehoorlijk. Oké, ik wil nu niet flauw doen en weer de bal terugspelen, maar ik ga toch terug naar het voorbeeld. Ja. De vraag is, wie hebben de macht in Suriname? De mensen van de politiek of de handelaren? Norrelie, wil jij er iets over zeggen? De handelaren. Die creëren voortdurend de schaarste. En daaruit kunnen ze dus weer winsten maken. En zo voed je ook die corruptie die er natuurlijk altijd al was. Die is er overal. Maar op deze manier geef je daar extra voeding aan. En dat doordat je inderdaad geen goed bestuur hebt, je hebt een anarchisme tot en met, kunnen deze dingen helemaal tot bloei komen. Hoe moet het verder met de politiek in Suriname? Ontzettend belangrijke vraag. Je bent net terug uit Suriname. Je hebt daar de viering van de Revo. Hè, zo heet het in het jargon. Van de Revo, ja. En je hebt ook de ex-bevel. Nog een stukje jargon uit Suriname. Die heb je daar gezien. Wat voor indruk maakt die viering van de revolutie? Er was een behoorlijk hoge opkomst. En dat had ik niet gedacht, dat er toch zoveel mensen naar dat plein zouden komen. Die dag mocht niet gevierd worden. Het leger, en Bouters, die er dus nou eigenlijk uit het leger is, een comité heeft die dag toch willen vieren en heeft daar kosten en moeite voor gespaard om dat te doen tegen alle bevelen in. En daar was dus die Nationaal Democratische Partij. De dag werd afgesloten met een reden van Bouters, de leider van de revolutie. En ook de leider nu van de Nationale Democratische Partij. Ja, de voorzitter, ja. Maar hij heeft zich altijd zelf betiteld als bevel toen hij nog in het leger was. En later dus gewoon ook als de leider van de revolutie, omdat met hem die coup van 25 februari 80 die hele zaak aan het rollen is gegaan. Het viel mij op inderdaad dat er zo ontzettend veel mensen daar heel enthousiast waren. Hij heeft het in zich om mensen te enthousiasmeren. Hij heeft een bepaald charisma. En ja, dat spreekt aan. Vraag mij niet waarom zoveel mensen, want ja, dat zou ik zelf ook graag willen weten. Wat is de motivatie dat zoveel mensen daar zijn? Er zijn verschillende redenen die ik heb opgevangen. De een die is inderdaad zo wanhopig dat hij denkt van nou, Bouterse die zal een eind maken aan al deze troep. En dan vergeet ik wat Bouterse allemaal op zijn geweten heeft. Dus weer die wanhoop. Mensen zoeken naar oplossingen. Andere mensen laten zich betalen. Ik weet niet of dat waar is, maar dat hoor je zeggen. Dat is in het geruchtencircuit wat natuurlijk in Suriname constant en altijd aanwezig is. Maar er waren 10.000 tot 15.000 mensen, heb ik begrepen, op die bijeenkomst. Hij kan toch niet 10.000 tot 15.000 mensen gaan betalen om daar te komen? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik dus niet. Maar geruchten. Dat weet ik niet, maar geruchten. Maar hij heeft in elk geval, hij bezit het talent om de mensen aan te spreken en om ze enthousiast te maken en om ze zo ver te laten gaan dat ze op een gegeven moment ook zeggen Bota for president. En dan krijg je dus het scenario wat hier en in Suriname ook wel eens als een soort doemscenario wordt gezien. Van dan zou je het ooit beleven dat Bouters de president wordt van Suriname en dat Nederland de rode loper op Schiphol zal moeten uitleggen.
Zie je het zelf als een doemscenario? Het lijkt me, voor mezelf zie ik dat, ja, het lijkt me gewoon niet goed voor een land, als natie, voor een volk, om een dergelijk iemand als de hoogste vertegenwoordiger van jezelf, dus van het volk, te hebben. En dat heeft natuurlijk een aantal redenen die evident zijn. Ja. Is het, Ronnie Brunswijk, is het nou echt afgelopen met het Jungle Commando? Ja, na ondertekening van het Vries akkoord is het Jungle Commando op orde te bestaan, ja. Jullie hebben ook alle wapens ingeleverd? We hebben ons volkomen gehouden aan de overeenkomsten in het akkoord. En dat betekent dat je alles hebt ingeleverd? Dat klopt, ja. Alle wapens? Alle wapens. Nou, in de Surinaamse pers circuleert toch het bericht dat er nog wapens zouden zijn bij het Jungle Commando, bij jou en je mannen. En dat dat toch een onrustige factor is in Suriname. Niemand levert alles. Kijk, ik denk dat, ik heb het voldoende gezegd, dat tijdens die overeenkomst mogen het Jungle Commando die jachtgeweren houden. En alles wat automatische zware wapens of hoe men dat wil noemen, moeten inleveren. Maar jachtgeweren, ik bedoel, jij bent meer een man die die gevechten kent dan ik, maar ik weet in ieder geval wel dat jachtgeweren van belang kunnen zijn in een guerrilla-achtige jungle. Ik denk dat inderdaad zijn jachtgeweren het meest effectieve wapen wat je in het jungle kunt gebruiken. Dus die heb je nog. Dus die hebben we wel, ja. Ja, ja. Maar dan kan ik me toch voorstellen dat die berichten gaan circuleren, dat je... Nou, maar we praten over, kijk, we hebben een overeenkomst gesloten en wij mogen van de regering wat betreft de jachtgeweren houden. En alles wat militaire wapens, wat men militaire wapens noemen, moeten we inleveren. En dat hebben we al gedaan. Goed, maar het is in ieder geval nu vrede. Er is een vredesakkoord en men houdt zich aan de vrede. Wat doe jij nu zelf? Nou, je zegt dat men houdt zich aan de vrede. Dat klopt helemaal niet. Want, niet helemaal bedoel je? Nee, want het Jungle Commando heeft zich, laten we zeggen, alleen aan de afspraken gehouden. Maar de regering niet. Tot nu toe hebben ze niks gedaan. Ze hebben niks uitgevoerd van het akkoord. Wat moeten ze dan uitvoeren? Want ik wil eens weten, jij was met de getallen variëren 300 tot 700 van je jongens zat je in het bos. Wat doe je nu zelf? Wat doen de jongens die met jou gevochten hebben in het bos? Er waren een aantal afspraken gemaakt dat een deel van het Jungle Commando zou worden geïncorporeerd in een speciale politie-eenheid. En een ander deel die ook niet in de politierichting wilde gaan, gaan gewoon naar de productiesectoren en in overheidsdiensten. Is dat gebeurd? Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Wat doen al die jongens dan? Wat doe je zelf nu? Kijk, het is nu een grotere probleem geworden voor mij dan toen de strijd gaande was. Omdat toen nog Nederland die ging ons sturen met voedsel, jongens, allerlei dingen geven eten en zo. Maar nu zitten al die jongens op mij. En ik ben ook niet zo rijk. Ik heb ook geen geld om al die jongens te verzorgen. Dus het is een grote, het wordt een puinhoop daar. Want als je nu ongeveer 350 mannen die geen werk hebben, die anderen gaat stelen, anderen gaan. En wat betreft het, ja. Waar zitten die jongens? Zitten die rond Stoelmanseiland of zitten die in Mungo? Overal. Overal, Paramaribo ook? Op Stoelmanseiland zitten ook een aantal op Mungo en in de stad. Maar je maakt je dus zorgen om je eigen jongens dat die gewoon als een beetje anarchistisch in de rondte gaan stelen? Natuurlijk, omdat de regering niks voor die jongens hebben gedaan. En ik maak me zorgen dat alles wat dan daar gaat gebeuren, dat het op naam van het Jungle Commando kwam, dat mij dan die slechte naam gaat krijgen. Dat zie je, het is weer de mensen van het Jungle Commando die rotzooi gaat koppen of die wat gaan doen. Maar dit alles komt door dat het akkoord niet nageleefd wordt door de regering. Ja. Mis je de spanning van het vechten? Mis je dat niet? Nou, ik ben blij dat het afgelopen is. Ja? Ja. Dus ik wil ook niet eraan denken dat ik spanning mis of zo. Mis ik niks. Je houdt meer van de vrede dan van de knokken? Ja, ik denk dat de vrede beter is, ja. Als laatste een suggestie wat er beter zou kunnen. U krijgt het laatste woord. Het grote probleem in Suriname is op dit moment dat niemand vertrouwen heeft in de regering of in de overheid. En dat komt door het desfunctioneren van de overheid. Ik ben ervan overtuigd dat voor 20, 30 miljoen gulden een fors deel van de plannen die de overheid op dit moment ontwikkeld heeft snel in uitvoering, en dan bedoel ik binnen een paar maanden, genomen kan worden. Daarnaast moet je bouwen aan het land. Die tijd moet je krijgen. Maar dat betekent wel dat basisvoorzieningen moeten functioneren, en dat gaat op dit moment niet. En 20, 30 miljoen gulden, waar heb je het eigenlijk over? Dat is minder dan de rente van het bedrag van 1 miljard wat Suriname hier heeft liggen.
Kijk, maar, de Nederlandse overheid zegt dan, ja, maar die 20, 30 miljoen... Nee, maar de Nederlandse overheid stelt allerlei bureaucratische regels waar Suriname niet aan kan voldoen, doordat het ambtenarenapparaat daar volledig uitgekleed is. Er zit een regering eigenlijk zonder handen om die mouwen handen uit de mouwen te stoppen. De grote vraag blijft natuurlijk, waarom gebeurt het niet? Ze weten hoe het moet. Ze weten dat ze binnen 3 maanden, zoals je zegt, of binnen 3 jaar de zaak daar weer op het goede spoor kunnen krijgen. Waarom kan het niet? Dat is het mysterie, de tragedie, het drama van Suriname. Het gebeurt niet. Ik dank u alle hartelijk voor deze discussie. Dit was deze aflevering van Vesuvius, de laatste van dit seizoen. In het najaar is dit programma er zeker weer. Dank u wel voor uw aandacht.